Twee mannen in een peperdure Mercedes scheuren met meer dan 240 km per uur over de snelweg A4 vlak over de Belgisch-Nederlandse grens. Maar dat is niet alles. Ze blijken gewapend te zijn, weigeren te stoppen en schieten gericht op de koninklijke marechaussee. Op dinsdagavond 19 oktober voert de marechaussee een reguliere grenscontrole uit. Een paar kilometer van de Belgisch-Nederlandse grens. Die dinsdag 19 oktober stond ik dus aan de grens, de Belgisch-Nederlandse grens, nabij Ossendrecht. Al daar was ik motorrijder. Ik selecteer dus de voertuigen die de grens overkomen. Mocht daar voor mij een goede auto tussen zitten, een auto die ik dus wil controleren, daar ga ik dus achteraan, die haal ik in en die neem ik mee naar ons controlepost. En die controlepost ligt aan de afrit Hogerheide, aan de snelweg A4 tussen Antwerpen en Bergen-op-Zoom. Rond 8:45 die avond rijdt er een grijze Mercedes met een Frans kenteken de grens over. Er zitten twee mannen in. Dus toen kwamen we voor de rest gewoon rustig langsrijden. Alleen op het punt van ik dacht van nou die auto, ja, plus de inzittende, van, ja, die wil ik gewoon controleren. Er zaten buitenlandse kentekenplaten op. Ik wilde die auto gewoon meenemen voor een controle. Dus daarop dat ik er achteraan ging rijden, zag ik dus dat de auto ging accelereren. En dan is er echt iets mis. Terwijl de motorrijder de Mercedes achtervolgt, is de marechaussee een paar kilometer verderop aan de controle bezig. Goedendag meneer marechaussee, maar even de motor afzetten. Is goed, dan gaan we zo afkijken. Wij waren die avond bezig met een mobiele controle op veiligheid van mensen die de grens overkomen. Ik hoor over mijn porto een motorrijder van ons roepen dat hij achter een auto aan zit. Controlepost, grijze Mercedes, gaat er tussenuit. Ontvangen. Hij geeft aan dat hij er achteraan zit en onze kant op komt. Ja, natuurlijk ga je niet boven je kunnen rijden, maar je wil wel zo goed mogelijk je best doen om die auto bij te benen. Staan blijven. Nou, dat gebeurt wel vaker, dus wij hadden zoiets van, nou, die gaan we pakken. De Mercedes raast met dik 200 km per uur over de snelweg, richting de afslag. En neemt hem ook. Wat de bestuurder niet weet, is dat hij recht op een controlepost afrijdt. Nou, wij staan te kijken in de richting waar de auto vandaan zou moeten komen en we horen veel motorgeweld. Er kwam een auto aan met een zware motor, dat was goed te horen. Nou, op dat moment zien we hem door de bochten, komt hij recht op ons af. De bestuurder van de Mercedes negeert alle stoptekens en rijdt op de rotonde af. Ik zie dat hij op me afkomt en op dat moment hoor ik een schot. Zeker als je die collega ziet vallen, dan denk je van nou deze auto heb ik echt nodig, die moet ik hebben. Maar zoiets daar kom je niet meer weg. Het is zo onwerkelijk dat er gewoon op je geschoten wordt. Dat verwacht je gewoon niet. Ondanks dat er, we doen dat wekelijks. Meerdere dagen in de week staan we daar te controleren. En het feit dat er nou in één keer geschoten wordt, dat is zo onwerkelijk. Als je dan met elkaar erover hebt, dan dringt het toch op de een of andere manier dan pas tot je door van, god, ik heb eigenlijk wel heel veel geluk gehad. Ja. Ja, de daders vluchten met snelheden van zeker 240 km per uur weg.
Dan zijn te snel voor de marechaussee. Nou zijn er een hoop vragen. Waarom werd er op de marechaussee geschoten vanuit de Mercedes? Waarom wilden de inzittenden van die auto absoluut niet worden gecontroleerd? Het antwoord komt een dag later, langs een bosweg bij Hoeven. De oude Antwerpse Bosbaan, dat is de weg door het bosgebied tussen Bossenhoofd en Hoeven. Behalve een aantal campings is het hier vrijwel uitgestorven. Op woensdag 20 oktober ziet de voorbijganger in het bos een auto staan. Een vreemde plek en hij belt de politie. Als agenten de wagen doorzoeken, wordt duidelijk waarom de inzittenden per se niet gecontroleerd wilden worden. Met al deze spullen in de auto zouden ze zeker zijn gepakt. In de wagen ligt een complete criminele uitrusting. Zwaar gereedschap van boormachine tot slijptol en zelfs kogels. Ja, Peter, de marechaussee heeft het dus overleefd, maar dat konden de daders nog niet weten toen. Nee. Ze dachten misschien dat ze de marechaussee hadden doodgeschoten. Nou ja, daar houden we ook wel een beetje rekening mee. Dat ze er inderdaad vanuit zijn gegaan dat ze hem hadden gedood. En dat ze daarom ook zo snel die Mercedes wilden dumpen. Maar ook vanuit Hoeven of Bossenhoofd moeten ze verder gevlucht zijn natuurlijk. Ja, dan zijn die mannen zijn alleen maar heel kort gezien door de motorrijder van de marechaussee. Mm-hmm. Mm-hmm. Volgens hem hadden de mannen een licht getinte huidskleur. Ze droegen ook donkere kleding. Maar ze kunnen ook nog gezien zijn in de ochtend na de schietpartij. Nou, dat klopt. En toen zijn er ook twee mannen gezien. Dan hebben we het over woensdagochtend 20 oktober rond 6 uur 's morgens. Dan aan de Pastoor van Breugelstraat in Bossenhoofd. Dat is ongeveer 1,5 kilometer bij die Mercedes vandaan. En toen is er gezien dat er twee donker geklede mannen, van wie er één een schoudertas had, de Huzarenstraat zijn ingelopen. En dat is opmerkelijk, want dat is een doodlopende straat. Dat is toch een beetje vreemd? Ja, dat is vreemd, zeker gezien het vroege tijdstip en inderdaad het feit dat die straat doodlopend is. Nou, dan kunnen die twee mannen kunnen natuurlijk te maken hebben met deze zaak. Dat weten we helemaal niet zeker. We hebben bewoners van de Huzarenstraat gesproken en die hebben eigenlijk aangegeven dat ze niemand verwachten die ochtend. Hoe dan ook, we willen wel spreken met die twee mannen, al is het maar om zaken uit te kunnen sluiten. Laten we naar die auto kijken. Hè. Die hebben jullie nagetrokken. Die bleek te zijn gestolen bij een autobedrijf in Tongeren in Belgisch Limburg. In de nacht van 16 op 17 maart is dat gebeurd. Het was nogal een dure wagen. Ja, het is een Mercedes-Benz AMG C63 met een nieuwwaarde. En dat is een behoorlijk bedrag van zo'n 125.000 euro. Nou, zijn wij heel erg benieuwd naar waar die Mercedes tussen maart en oktober is geweest. Of misschien is die ook gebruikt. Er zijn in die maanden weinig kilometers gereden met die auto. En we willen natuurlijk ook heel graag informatie hebben over die Franse kentekenplaten die erop zaten. Want die hoorden eigenlijk helemaal niet bij die Mercedes. De auto die lag dus vol met een flinke hoeveelheid voorwerpen. En misschien herkent u de spullen in combinatie met de daders. Naast de passagiersstoel lag deze sleutelbos. Het zijn Volvo-sleutels met een inscriptie. 394. Mogelijk zijn dat de laatste drie cijfers van een Belgisch kenteken. En dan is er nog deze slijptol van het merk Hitachi, een veel voorkomend model. Minder gebruikelijk is de inscriptie van de cijfers 5, 4, 6, 8 en nogmaals 6. De slijptol zat verstopt in deze zwarte tas van het merk Uncle Mike's. En ook deze andere zwarte tas van Carrie Mates lag in de Mercedes. Wie herkent de spullen? Bel de opsporingstiplijn 0800 60 70 als u ook maar het geringste vermoeden heeft. Peter, als je dat allemaal zo ziet, dan lijkt het erop dat ze iets van plan waren. Ja, daar lijkt het zeker op, want ik heb het niet standaard in mijn auto liggen. Een slijptol, een betonschaar, maar ook patronen. Eén ding is zeker, deze mannen wilden absoluut niet gecontroleerd worden. Ja, een dure Mercedes die met dik 240 km per uur over de snelweg race, dat valt toch op, hè? Ja, nou, dat is dus vanaf de grens, Nederland-Belgische grens, in de richting van Hogerheide over de A4. En ter hoogte van de grens waren er op die 19 oktober wegwerkzaamheden aan de gang en was er ook een rijstrook afgesloten. Nou, die Mercedes is toen vanaf Hogerheide heel erg snel richting Roosendaal gereden. Nou, wij willen natuurlijk echt iedereen spreken die die auto op die avond hebben zien rijden. Wie schoot er op dinsdag 19 oktober iets voor 9 uur vanuit een gestolen Mercedes op een grenscontrole bij Hogerheide? Heeft u informatie over de daders of heeft u de Mercedes die avond of in de periode daarvoor ergens gezien? Bel dan meteen. En spreekt u liever met iemand van de criminele inlichtingeneenheid, dan kunt u terecht op het nummer 079 345
8999.